De kerstman kwam vroeg dit jaar. Ik denk dat jullie me gelijk gaan uitlachen als ik nu laat zien hoeveel truien ik heb ontvangen deze maand. Dit wordt denk ik mijn kerstgala jurk. Alles is in het kant, dus het kan niet beter. Kans niet beter. Wauw, voel hem gewoon. Hi allemaal, ik ben Rosalie en vandaag heb ik een maandshopvlog voor jullie. En dit houdt in dat ik eigenlijk alles ga laten zien wat ik de afgelopen maand heb gekocht. En hou je vast, het is weer genoeg kleding, maar ook andere spullen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jouw favoriete item wordt. Laat dan ook vooral zeker weten hier in de comments. En dan gaan we maar gewoon snel beginnen met de maandshopvlog. Let's go! Ik ga zo de comment van de week voorlezen en ook deze keer is die ook weer heel erg leuk. Maar wil jij nou de comment van de week worden? Laat dan iets leuks achter met bijvoorbeeld een video ideetje. Wat je leuk vond aan deze video, misschien een top 3 van je favoriete items van deze video. Kan van alles zijn en wie weet ben jij wel de comment van de week. De comment van de week is van Yushra La en ze zegt... Hoi Rosalie, ik krijg altijd zo'n motivatie van je schoolvideo's. Telkens krijg ik spontaan zin om te studeren. Had ik eerder nooit. Wat me erg leuk lijkt zijn studievlogs. Laten zien hoe je eigenlijk alles aanpakt. Ik zit namelijk in de brugklas en ik moet nog een beetje zoeken. Jouw tips en strategieën werken altijd. En ze is dus een Belgische kijker en ze zegt dus ook dat ik misschien nog een schoollijn moet maken. Nou, heel erg bedankt Yushra. Ik vond je comment echt heel erg leuk. En ik vind die studievlogs ideeën echt wel een heel goed idee. Dus lijkt het jullie ook nog leuk om mijn studievlogs te zien? Laat dan even weten. En wie weet ga ik dat wel een keertje doen. Ik vind het ook nog een beetje spannend, maar ja, ik wil het graag een keer aan jullie laten zien. Oké, de eerste twee items die ik graag aan jullie wil laten zien zijn van Famous Store. En ik heb al meerdere items ontvangen, alleen die heb ik al gedragen en die zitten dus nu al in de was. Ja, bij mij gaat het gewoon heel erg snel. Elke keer als ik denk, oh ik heb er iets nieuws binnen, dan wil ik het ook gelijk direct aan. En ik denk dat meerdere van jullie dat wel hebben. Dus ik heb nu twee items te laten zien, maar er zijn dus wat meerdere items. Dus dan moet je gewoon een beetje mijn Instagram in de gaten houden, wil je dat graag zien. Wat heb ik als eerste? Ik dacht, we gaan een beetje naar de kerst toe. We pakken eens lekker uit en we gaan voor glitter. En dat is namelijk dit topje geworden. Het is een beetje lastig te zien, maar het is dus echt een heel erg mooi glittertopje. Je ziet het ook echt wel, al die mooie glitters die sparkelen. Maar het is dus met een diepe V-hals en hij heeft gewoon lange mouwen. Het is gewoon echt een heel erg mooi soort lijfje is het. Het is gewoon een strak topje en het is echt top. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Dus als er weer een feestje is, dan trek ik deze aan. Trouwens, ik denk dat ik dit ook gewoon naar school aantrek. Dus ja, ik moet nog even een dag uitkiezen. Dan, als tweede heb ik ook dit hele gave jasje. Ik heb hem al eerder laten zien op mijn stijlaccount. Deze heb ik... denk ik eigenlijk wel de meeste vragen van gekregen van al mijn items die ik een keer in mijn story heb laten zien. Het is dus eigenlijk een soort van blouse en hij is mega zacht. Het is geen winterjas of een herfst tussenjas. Het is echt meer een soort van colbertje moet je het een beetje zien. En het heeft gewoon een mooie groene kleur met mooie afwerking met die knopen. En ja, hij is dus van Famous Store en ik draag een SM. En van dat topje draag ik een S. Miley Magazine heeft ook weer dit jaar een winterboek. En niet zomaar dat ik deze laat zien, maar ik sta namelijk in het winterboek. Ik heb allemaal dilemma's met Miley Magazine besproken en daarom sta ik er dus nu ook in. Staat ook bij Winterdilemma's met Rosalie. Hoe vet is dat? Ik heb dus een hele pagina met eigenlijk allemaal dilemma's. Zoals bijvoorbeeld warme choco met ijsklontjes of frisdrank met een toef slagroom. En toen heb ik dus gekozen warme choco met ijsklontjes. Ik ben benieuwd wat jij zou kiezen. Maar ik vind het wel heel erg vet dat ik erin sta. En ja, eigenlijk gewoon weer een soort van mijlpaal. Dus ja, wil je mijzelf graag spotten? Moet je even dit leuke tijdschrift kopen. De kerstman kwam vroeg dit jaar. Want ik heb namelijk van Urban Decay een heel erg leuk perspakketje ontvangen. Nou, ik ben dus echt helemaal fan van deze producten. Dus ik wil het graag laten zien. Maar ik heb deze dus wel gekregen. Het is echt een heel erg mooi palet. En het is de Urban Decay Honey Palette. En het zijn echt gewoon van die kleurtjes die helemaal mijn naam schreeuwen. Laat ik het zo zeggen. Ja, er zit een beetje goud in. Maar ook een beetje brons. Bruin tinten, dus eigenlijk heel erg makkelijk gewoon mooi te combineren voor de feestdagen. Wat er ook nog bij zat is een primer potion, geloof ik dat het heet. Ja, dat is eigenlijk gewoon een oogschaduwbasis. En wat ik ook nog in een ander pakketje kreeg, dat was ook heel erg leuk. Een foundation en nog een waar je mee kan mixen. Ik heb per ongeluk namelijk iets te donker aangegeven. Dus die kan ik dan mooi mengen met een wittere kleur. Zodat ik dan de perfecte kleur krijg. Ik draag zelf eigenlijk geen foundation, maar ik vind het wel erg leuk om mee te experimenteren. Dus ik ga denk ik deze keertje gewoon opdoen voor de leuk. Want ik vind zelf dat ik het niet nodig heb, maar het is altijd handig om bij je te hebben. Op school draag ik eigenlijk nooit dezelfde tas. De ene dag draag ik een handtas, de andere keer draag ik een rugzak. De
andere keer draag ik een canvas tasje. En ik dacht, mijn canvas tasje dit moet eigenlijk wel een beetje een upgrade. Dus ik heb namelijk van My Daily Bag echt een heel erg leuke tas ontvangen. Dit is hem. Het is een beetje in een soort van crème kleurtje. Sowieso vind ik het heel erg leuk omdat er een soort van printje in zit. Het heeft van die stroken erin staan. En je loopt dus eigenlijk door de hele tas door. En hier aan het labeltje staat ook nog eens My Daily Bag. Er zitten dus ook echt vakjes in, waardoor het dus echt een heel erg praktische tas wordt. Je hebt namelijk een heel groot vak, maar je hebt ook nog zijvakjes. Eentje met een rits. En aan de andere kant heb ik een telefoonvak. En daar kan je dus je telefoon in kwijt. Dus als je sleutels kun je ook niet meer je telefoonschermpje beschadigen. Wat natuurlijk echt mega handig is. Het heeft ook echt een perfecte maat. Dus mijn boeken kunnen er makkelijk in. Zelfs mijn laptop past erin. Dus eigenlijk, ja, je gaat je verbazen hoe groot deze ruimte nog is. Hier ben ik echt heel erg blij mee. En vooral de kleur, ja, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. Voor de mensen die het nog niet weten. En ik moet me er zelf ook nog een beetje aan herinneren. Ik doe dit jaar examen in 5 HAVO. En ik vind het zelf echt heel erg spannend. Gewoon meer om hoe moet ik mezelf voorbereiden. Ga ik het allemaal wel redden? Al die dingen wat mij heel erg gewoon een beetje zenuw opwekt. Dat heb ik een beetje nu al. Laat staan straks echt in de examentijd. Ik moet er niet aan denken. Ik krijg nu al spanning. Maar om het allemaal een beetje wat minder stressvol te maken. Hoop ik namelijk met zeker slagen hiermee te gaan slagen. Hoe simpel is het? Verkoop een boekje en we slagen. Nee, ik heb deze ook opgestuurd gekregen en ik ben dus heel erg benieuwd. Want hier staan eigenlijk allemaal tips in en ruimte voor eigen invulling over hoe jij je gaat voorbereiden op slagen. En ik vind het wel heel erg leuk om dit ook gewoon op te schrijven. Zodat ik dan later ook nog terug kan kijken als ik bijvoorbeeld straks dan mijn opleiding ga doen. Dat ik dan deze weer erbij pak en dan even weer het moment ga voelen van hoe ik me heb gevoeld toen ik mijn examens ging doen. Je zit ook een hele grote planner bij. En oh, als ik dit al zie. Nou, oké. Okay. Hier is dus een hele grote planner. Je ziet al veel dagen van tevoren leren. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus, oh, oké. Okay. Nou, we gaan deze maar snel wegleggen. Maar ik ga deze zeker invullen. En hopelijk ga ik dan ook zeker slagen. Misschien is het je al opgevallen, maar ik draag eigenlijk altijd andere oorbellen. En mijn oorbellenverslaving staat nu op 53 paar. Dus dan snap je wel dat er altijd iets nieuws bij moet komen. Ik heb bij Eline Rosina heb ik weer nieuwe oorbelletjes besteld. Ik heb zoals bijvoorbeeld dit, ja, sterretje noemen ze het. En ik heb ook nog deze leuke oorbelletjes met bijtjes erop. Ik vind het zelf gewoon heel erg cute. En je kan ze gewoon heel erg makkelijk combineren eigenlijk met alles. Dus die doe ik gewoon, kan ik hier ook bijvoorbeeld naast doen. En dan heb je gewoon weer een hele leuke look. En ik heb zelfs ook nog andere bijtjes. Die zitten in mijn andere oor. Ik weet niet of je die kan zien, maar dat zijn ook bijtjes. Dus we bleven een beetje in het bijtjesthema. Maar die heb ik dus weer nieuw. En die kon ik dan mooi weer toevoegen aan mijn oorbellencollectie. Ik denk dat jullie me gelijk gaan uitlachen als ik nu laat zien hoeveel truien ik heb ontvangen deze maand. Ja, we kunnen eigenlijk gewoon de hele winter overwinteren, denk ik. Want dit zijn alle truien die ik heb ontvangen. En ik geloof dat er nog 1 in de was zit. Ik weet het geen eens meer. Het is gewoon te erg. Maar ik hou dus heel erg van truien. Trouwens, ik speel een beetje vals, want er zitten ook nog 2 joggingbroeken bij. Maar laten we het houden op, denk ik, iets van 5 truien die ik heb ontvangen. En ik ga ze gewoon even snel allemaal laten zien. Maar het zijn echt, echt gewoon heerlijke truien. Oké. Okay. We gaan beginnen met geen trui. Super toepasselijk. Maar dat is gewoon een zwart sportshirtje. Deze heb ik allemaal bij Kids Brand Store gehaald. Deze heb ik tenminste gekregen van Kids Brand Store. En het zijn gewoon echt topproducten. Een leuk Nike sportshirt. Ik heb een Nike joggingsbroek. Gewoon lekkere standaard met Nike erop. Gewoon zit chill, kan ik elke zondag aan. En ik ben klaar, zeg maar. Dan heb ik nog een joggingsbroek. Maar dan van het merk Peak Performance. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. In een maat 160. Want het zijn allemaal kindermaten op Kids Brand Store. Maar ik heb dus nu hiervan een 160. Je moet een beetje gaan kijken naar het model. Hoe lang zij is. En dan kan je jezelf vergelijken en de beste maat kiezen. Maar deze is ook heel erg vet met dat oranje. Deze komt ook van Kids Brand Store. En ik heb deze in een maatje. Staat er niet bij, maar ik geloof gewoon een elletje noemen ze dat dan. Deze hele mooie kaki kleur. Of groen, hoe je het ook wil noemen. Legergroen. Geen idee wat het is. In ieder geval, ik denk legergroen. En dat zit ook weer gewoon top. Ik denk dat ik het zelfs nog een beetje kan combineren met bijvoorbeeld een leuk kanten topje eronder. En dan maak ik het weer een beetje meisjesachtig. Dan van Adidas, ook van Kids Brand Store. Deze maat is 14-15. Heb ik deze trui ontvangen.
een mooie bruinige kleur met Adidas. En zelfs nog details op de mouwen met die drie bekende strepen. Dan nog een heerlijke trui. En ik hou echt van truien met een beetje een kleurtje. Dat geeft toch weer wat gezelligheid in deze koude dagen. En je hebt gewoon een lekkere warme trui aan. Deze maat is 160 ook. En het is gewoon echt een hele mooie en goede trui. Staat hier ook op Peak Performance. Ik weet gewoon echt niet hoe ik het uitspreek, maar ik vind het wel heel erg vet, want het zit een soort van erin gestikt. En ze hebben ook gewoon van die, echt van die hoodie zakken die je gewoon, dat je je hand erin steekt. En dat die aan de andere kant er weer uitkomt. Dat zit gewoon heel erg lekker. En zeker als het koud is op school, doe ik gewoon mijn capuchon op en dan ben ik er niet meer. En dan, als laatste heb ik deze grijze. Ik heb nog nooit een grijze trui gehad. Dus ik dacht, er moet een keer tijd komen voor een grijze trui. En ik heb deze, deze is van het merk Lylos & Scott. Ook weer een fantastisch uitspreekmerk. Ik heb hem in een maat 12-13. En je zou denken 12-13 is dat niet mega klein. Maar hij zit dus echt gewoon top. Want ik hoef ook niet te oversized. Want dan lijk ik echt zo'n heel klein meisje met dan echt een te grote trui aan. Vind ik ook niet zo mooi. Dus het is al best een sportieve trui. Dan wil ik hem niet nog meer jongensachtig maken dan die al is. En ik vind hem gewoon heel erg vet. Ook gewoon met dat leuke logoetje hier. Ja, het is heel erg basic. Maar leuk met dat vogeltje erbij. En of dat niet genoeg was. Ik heb namelijk van Naked ook nog leuke items gekregen. En wederom heb ik niet alles, want ik denk ook maar één item. Want alles zit in de was. Ja, ik ben zo erg. Ik moet gewoon alles aan gelijk. Maar deze is weer uit de was, want deze had ik alweer eerder aangehad. Deze is van Naked en ik heb hem in mijn maatje XS. Het is gewoon echt zo'n hele mooie kapeltrui. Die kan je heel erg leuk combineren met bijvoorbeeld een kanten topje, maar ook gewoon nu zo. Met een lekker leerbroekje en dan ben je klaar. Ik vind hem gewoon heel erg mooi en gewoon heel erg mooi afgewerkt. Alles is in het kant, dus het kan niet beter. Kans niet beter. Wauw. Ik voel hem gewoon. En het is natuurlijk best wel erg winter. Maar ik vind het ook leuk om nog steeds jurkjes te dragen. Dan doe ik gewoon een panty eronder en dan ben ik klaar. Dus ik heb hier nog twee jurkjes die ik ook eventueel voor kerst kan gebruiken. En ik denk voor jullie ook een hele goede optie. Deze, allebei deze jurkjes komen van Elise Store. En ik heb ze allebei in de kleinste maat. In een XS en een S. En dit is een beetje een bloemig jurkje. Vind ik zelf heel erg leuk, bijvoorbeeld voor een kerstdiner. Doe je een riempje eromheen en dan ben je klaar. Hij heeft van die leuke ruffeltjes en ja, hij komt gewoon boven de knie uit. Ook vind ik de mouwtjes heel erg leuk, want die zitten met elastiek. Dus dan lopen ze ook weer wat lekker pofferig uit. Ja, het is gewoon echt een Rosalie jurkje. En fantastisch voor bijvoorbeeld dus een kerstdiner. Maar ik draag het ook gewoon op school. Dat maakt me geen ene reet uit. Dan heb ik nog, ja, deze. Dit wordt denk ik mijn kerstgala jurk. Ja, wij hebben kerstgala in een bar. En dit wordt denk ik dan mijn jurk daarvoor. Ik vind hem zelf echt heel erg leuk met van die stipjes. En hij schijnt dus een beetje door aan de bovenkant. Dus doe er gewoon een hemdje onder. En wederom hebben ze hier weer elastiek dat hij dus een beetje gepoft uitloopt. En hier heb je ook gewoon dat de rok tot en met je knie loopt. Ietsjes erboven. En wat ook nog heel erg mooi is, is dat aan de onderkant het nog een beetje doorschijnt. Dus dan zie je een klein beetje een stukje been. En daarna komt het onderrokje. Ja, je moet het even een keertje aanzien. Maar daar komt zeker nog een foto van op Instagram. En ik ben nu al verliefd op mijn kerstjurkje. En ik ben blij dat hij al binnen is. En dan als laatste item heb ik deze hele mooie blouse. En deze blouse ga ik denk ik combineren met gewoon lekker een leren broek of een spijkerbroek. Lekker jasje eroverheen en ik ben klaar. Het is heel erg lastig te zien, maar hij heeft dus allemaal van die verschillende ruffeltjes. En dat zorgt dus een beetje voor wat meer speels effect. En deze had ik nog niet in mijn collectie van al mijn blouses. Dus ja, ik ben weer een gelukkig mens. Dan was dit alweer de maandshoplog. En ik ben echt, echt mega blij met alle spulletjes die ik heb gekregen. Of zelf heb gekocht. Het is echt best wel een hele hoop, moet ik eerlijk bekennen. En ja, ook genoeg truien. Dus ja, ik zit denk ik eigenlijk deze hele winter er warmpjes bij. Wat natuurlijk echt tof is. Want ik leef echt in truien. En vooral in deze. Want die zitten echt als gegoten. Ik ben benieuwd wat jouw favoriete item was. Dus laat het dan ook zeker weten hier in de comments. En dan zie ik je de volgende week zondag weer. Doei doei!